Verschillende belanghebbenden hebben vanmorgen op een workshop van gedachten gewisseld over het ontwikkelen van een nationale strategie voor adolescenten 2018-2030. Onder de doelgroep adolescenten wordt verstaan personen tussen 10 en 21 jaar die moeten werken aan onder meer hun duurzame gezondheid. Vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Sport en Jeugdzaken en Justitie en Politie nemen deel aan de driedaagse workshop die vandaag van start ging in de ballroom van Krasnapolski. Ook namen vertegenwoordigers van de UNICEF, de UNFPA en andere niet-gouvernementele organisaties deel aan de workshop. We brengen nu enkele fragmenten uit de eerste dag van de workshop die wordt gehouden in de ballroom van Hotel Krasnapolski. These goals had a focus on survival, ending preventable death of children, adults, addressing infectious diseases such as malaria, tuberculosis, HIV. Als directeur jeugdzaken is het natuurlijk belangrijk om scherp te stellen wie wij met adolescent bedoelen. Voor ons, voor Suriname, gaat het dus om personen tussen 10 en 21 jaar. Ik hoef deze zaal, denk ik, eigenlijk hier niet te benadrukken hoe belangrijk deze doelgroep voor ons allen is. Gezondheid is, en ik denk dat u het met me eens zult zijn, het hoogste goed waarover wij kunnen beschikken. In onze samenleving is het recht op gezondheid verankerd in de grondwet en is de essentie hiervan verder tot uiting gebracht in diverse verdragen die Suriname heeft getekend en geratificeerd, maar ook in wetten, beleidsplannen, protocollen en andere documenten en werkwijzen. Het lijkt me goed om een moment te nemen en te benadrukken dat wij allemaal verantwoordelijkheid dragen, niet alleen voor onze eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze totale samenleving. U hoorde achtereenvolgens Sonja Café van de PAHO en directeur van jeugdzaken Rachel Koningsbloem-Pinas. Koningsbloem zei onder meer dat het lot van adolescenten multidisciplinair moet worden aangepakt.